Met betrekking tot de aangifte gedaan door oud-president de heer Boutersen, kan ik u het volgende doorgeven. Er is aangifte gedaan met betrekking tot wapendiefstal uit de privé-wapenkamer van de ex-president. Volgens deze aangifte moet het erom gaan dat er wapens, munitie en handgranaten zijn weggenomen uit de privé-wapenkamer van de ex-president. Wat ik u verder kan aangeven met betrekking tot deze aangifte is dat er door een gemengd team, natuurlijk van de militaire politie en de politie samen, wordt er dus thans gewerkt aan dit onderzoek met betrekking tot die aangifte. Verder kan ik u aangeven dat het onderzoek wordt aangestuurd door de auditeur militair. En is de heer Boutersen zelf gehoord? Het is namelijk zo dat er in elke strafzaak, dat is onderdeel van het onderzoek, bij elke aangifte wordt de aangever uitvoerig bij procesverbaal gehoord. En dan moet ik u ook aangeven dat er in deze zaak ook dat zal plaatsvinden.